We gaan zo meteen langs bij voetbalclub Anderlecht. Daar sprak een deel van het bestuur vanavond met de supporters. Die zijn niet tevreden. Ze willen dat de voorzitter opstapt. Verder in deze laat duiken we in het geld van de politieke partijen. Die hebben veel geld over voor reclame op social media. Dat levert kiezers op, denken we toch. Maar is het ook goed voor de democratie? En als u van puppy's houdt, dan zou ik zeker blijven kijken. Naar laat. Welkom. Goedenavond, al zal het toch geen al te beste avond geweest zijn in Neerpede. Want bij voetbalclub Anderlecht is het nog maar eens crisis. Of nog altijd crisis. Supporters vragen in een open brief vandaag het ontslag van de voorzitter Wouter van den Houten. Vanavond werd een deel van de supporters op de club ontvangen door sportief directeur Jesper Fredberg en coach Brian Riemer. Comment la réunion? Intéressant. Vous êtes heureux? Oui, oui. I told him that it's been 8 hectic days and nights since I came. Of course, we can give the best answers we can, and we can answer open and honest on everything that is possible. But of course, there are many things that we need to dive into and also get our own opinion and our own impressions about before we make decisions on it. But we tried an answer in the best and honest way we could, that's for sure. And in the weekend where we were unlucky with the red card, they were still behind us for 90 minutes. And to be honest, I've never experienced anything like this. So it was a top meeting and a top atmosphere. Positief en sterk geworden, deze uitspraken. En die ook voor een stabiele periode kunnen blijken. We zien dat wel graten in over een visie over wat ze willen brengen in de toekomst met de club. Ja, ook met beperkte middelen. Dus de vragen die wij aan u gesteld hebben zijn in alle openheid en alle transparantie beantwoord. Ja, dus het is gewoon aan het bestuur nu. Maar die bal ligt al lang in het kamp van het bestuur. Hè. Dat is niet vandaag. Hè. Zo'n problemen komen niet van dag op dag. Hè. Dat is iets dat een beetje bij beetje opbouwt en op een gegeven moment. Ja, ik vind dat de supporters met recht en reden antwoorden willen van het bestuur. En ik hoop dat ze dat eindelijk een keer gaan krijgen. Wij kunnen niet beslissen over zijn centjes. Dus krijgt hij hier een andere functie, gaat hij gewoon zetelen in de raad van bestuur. Oké, voor ons geen enkel probleem, maar als voorzitter, ja, liever niet. Yves Tijdeman, u bent journalist. U volgt voetbalclub Anderlecht al hoe lang? 25, zelfs 26 jaar. Voor L'Adéage Les Sports. En vroeger voor Gazet van Antwerpen. Ja, voilà, kijk. Dus u bent een geknipte man om het te hebben over dat overleg vanavond bij Anderlecht. Het is een beetje typisch na zo'n overleg. Als je de club hoort, dan is er eigenlijk niet heel veel aan de hand. We hebben nog nooit zoveel steun gevoeld bij de supporters. En toch wat kritische geluiden bij die supporters. Ja, tuurlijk. Supporters zijn fier om supporters te zijn van Anderlecht. En als je 5 jaar geen enkele prijs wint en nu zelfs 11e staat in het klassement op 6 punten boven de eerste degradatieplaatsen, ja, dan ben je eigenlijk bijna beschaamd om supporter van Anderlecht te zijn. Terwijl je jarenlang eigenlijk 1 keer op 2 kampioen was. Dus dit is ongezien voor een Anderlecht fan. De crisis duurt nu eigenlijk om en bij de 5 jaar. En af en toe duikt er een crisetje op, hè, zoals vanavond. Is deze crisette dan enigszins anders dan de andere die u hebt meegemaakt? Ik denk het wel, omdat ze toch al 10 keer verloren hebben. Dat is geleden van het jaar 1930-31. En toen is Anderlecht trouwens gezakt naar tweede klasse. Bovendien heeft het bestuur onpopulaire beslissingen genomen. Vincent Kompany ontslagen. En nu recent ook Jean Kindermans ontslagen. Het hoofd van de jeugd die zoveel miljoenen heeft opgebracht. Dat pikken de fans niet. Dat ligt zeer gevoelig. Ja, is het dan een juiste reactie van de supporters om het ontslag van de voorzitter te vragen? Wouter van den Houten, gaat dat alles oplossen? Natuurlijk, Wouter van den Houten is de man die de beslissingen neemt. Hij is de man die beslist heeft om Vincent Kompany opzij te schuiven. Hij is de man die ook gezegd heeft van we schuiven Jean Kindermans opzij. Alhoewel hij absoluut wil Jean in het huis houden, maar in een andere functie en minder betalen, wat helemaal niet evident zal zijn. Ik denk dat Jean zeker niet zal blijven. Maar het is, de voorzitter is de man die alles beslist, dus hij is de man die geviseerd wordt. Dus als je het anders wil, dan moet de voorzitter weg? Ja, maar dat is ook niet zo gemakkelijk, want ten eerste, de voorzitter is echt een echte supporter van Anderlecht, bedoelt het echt wel goed en heeft heel veel geld in Anderlecht gepompt. Namelijk samen met zijn zakenpartner 24 miljoen om een kapitaalsverhoging te bewerkstelligen. Dus dat is niet evident om te zeggen van jij schuift opzij. Ja, een garantie op succes is het niet, hè, want dat hele bestuur is de voorbije 5 jaar al zo vaak veranderd van samenstelling.
dat je nauwelijks nog kan bijhouden. Ja, het is begonnen met Mark Koeken, die voorzitter was. Met De Vroe als zijn rechterhand, die dan de sportieve beslissingen nam. Dan heeft Michael Verschuren het geprobeerd, Frank Arnezen, Peter Verbeke. En telkens is het fout gelopen, sportief. Dus ja, Anderlecht weet niet meer van welk hout pijlen maken. Wat is hier nu het probleem van die hele crisis, die 5 jaar, als u dat zou moeten samenvatten in 1 zin? Ja, ik denk dat er heel veel slechte transfers zijn gebeurd. Er zijn een paar goede geweest, zoals Gomez, zoals de spelers die gehuurd zijn, Mecha of Zirkzee. Maar er zijn ook heel veel miljoenen uitgegeven aan een Vlap, een Sané, een Nasri die eigenlijk overgewicht had en die nog een miljoenencontract heeft gekregen. En ja, die jongens hebben het niet waargemaakt en Anderlecht is steeds blijven zakken in de rangschikking. Is dan de oplossing de nieuwe sportief directeur? Enfin, nieuw, ja, die is relatief nieuw. Ja. Kan die het schip van... Die zal absoluut met weinig middelen zal die toptransfers moeten halen. Die zal... Ze hebben geld nodig bij Anderlecht. Geld nodig. Er is wel een beperkt budget om iets te doen tijdens de Mercato. Maar nu moet het er echt bonk op zijn. Anderlecht moet een soort Onuachu vinden die plots 15 doelpunten maakt. Anderlecht kan zich niet meer permitteren om een transfer te missen. Het moet absoluut beginnen winnen. Absoluut die Europlay-offs nog halen. Dat het seizoen toch een beetje kan gered worden. Top 8 halen eigenlijk. Top 8 halen en sowieso in de Conference League nog de volgende ronde halen. Ja, goed. Om af te sluiten. Wouter van den Houten, grote fan van Anderlecht, maar ook tegelijk de grote baas. Als fan tussen de fans, is hij gevoelig voor die kritiek van vandaag? Ik denk het wel. Hij zal niet opstappen. Het is een vechter. Hij heeft nogal onpopulaire beslissingen genomen in zijn carrière. Ook heeft de muur van Gerardsberg bijvoorbeeld uit de Ronde van Vlaanderen gehaald. Dus hij zal niet opgeven. Maar ik weet zeker dat hij geraakt is door de kritiek van zoveel fans. Ja, absoluut. En zondag moet Anderlecht naar Club Brugge. Zeer delicate verplaatsing. En dan ontvangt het Zulte Waregem dat het steeds beter doet. Dus ja, hopelijk voor Anderlecht zakt het nog niet in de rangschikking. Anders gaat het echt paniek aan boord zijn. Een ongeluk komt nooit alleen, zeggen ze. Yves Tiedemann, dank je wel. Met plezier. Ja, sportief loopt het niet lekker bij Anderlecht. Ook in de beker van België zijn ze al uitgeschakeld. Daar doen nog 8 ploegen mee voor de Crocky Cup. En vanavond werden 3 van de 4 kwartfinales gespeeld. KV Mechelen plaatste zich als eerste voor de halve finale. Het versloeg KV Kortrijk met 0-1 dankzij een doelpunt van Sandy Walsh in de toegevoegde tijd. Ook Zulte Waregem gaat door. Ze versloegen Sint-Truiden met 2-0. Aanwinst Ruud Vormer maakte daar de tweede goal. Maar de grootste verrassing die kwam uit Genk, want de autoritaire leider in onze competitie ging met 0-3 onderuit tegen Antwerp. 3 van de 4 halve finalisten zijn dus al gekend. Morgen strijden Union en AA Gent voor de laatste plek bij de laatste 4. Heel veel moslims hoorde ik zeggen die anders voor het middaggebed naar een andere moskee gaan. Die zijn allemaal naar die ene moskee gekomen in Hoboken, waardoor het daar dus echt heel erg druk was. Ik heb ook enkele mensen gezien waarvan ik vermoed dat ze niet moslims waren. Die Lage war ein bisschen aufgeheizt. Im hinteren Teil von Lützerath kam es auch zu einzelnen Steine und Molotow-Cocktailbewürfen. Alle zusammen gegen RWE! Alle zusammen gegen RWE! But it makes you kind of nervous. Is there something else that maybe we're not being told right now? They don't know what the cause is, but I was on the phone in about 10 minutes. I phone and report directly to me when I find out.
Een paar jaar geleden dook de wolf weer op in Vlaanderen. Voor sommigen een gevaar voor de samenleving, voor anderen dan net weer een goede zaak voor de biodiversiteit. Feit is wel dat de wolf slachtoffers heeft gemaakt. Bij kippen, bij geiten, bij schapen en ik kan er nog een hele reeks op noemen. Herders doen er alles aan om hun kudde te beschermen. En dat kan met omheiningen, maar je kan er met de hulp van natuurvereniging Welkom Wolf ook gewoon puppies voor inschakelen. In Vialsal mocht collega Dominique de Graaf zich mengen tussen 7 superschattige, laat ik me vertellen, Mastin Espanyols. En dat is voor alle duidelijkheid een hondenras. Hier zijn de 7 puppies. 7 puppies. En die staan eigenlijk naast schapen, maar ze kunnen er niet bij. Ze kunnen er niet bij, maar elke dag doen we die hekken open. Dat die er wel bij kunnen, dat die echt daartussen zitten. Die zitten daar dus echt tussen. Een gewenningscursus. Gewenningscursus, ja. Maar dat gaat prima. Die schapen die vinden dat prima en die hondjes ook. En waarom zijn wij die honden in Spanje gaan halen? Omdat eigenlijk in Spanje de wolven nooit zijn weg geweest. Ja. Dus die honden hebben altijd hun nut gehad, hebben ze altijd die rassen gehad en die zijn altijd puur gebleven. Ze hebben die altijd geselecteerd op die bewakingscapaciteiten, zal ik zeggen. Dus die blaffen alleen maar als er gevaar dreigt. Een beetje zoals de ganzen. Een beetje zoals de ganzen, ja. Maar ik denk niet dat een gans kan tegen wolven aanvallen. Ik denk niet dat die daar geschikt is. Nee. Maar jij hebt ook de border collie. We hebben ook de border collie, maar dat is totaal iets anders. Hè. De border collie dient voor de schapen te leiden, te sturen, voor de kudde te verplaatsen. Come by. Lie down. Come by. Die gaan matchen, maar die moeten natuurlijk ook wennen aan elkaar. Hè. Je kan niet zomaar met een vreemde border collie naar een kudde schapen gaan, waar dat kudde beschermingshonden, dat kan je niet doen, want dat komt niet goed aan. Hè. Lie down. En wilt u kuddes beschermen, niet alleen tegen wolven, maar ook tegen honden? Ook tegen honden, hè? Want ze zeggen altijd, de wolf is altijd hot nieuws. Maar meerdere keren per jaar hebben we echt wel hondenaanvallen in de schapen. En een hond, ik kan u verzekeren, een hond kan ook serieus veel schade aanrichten in een schaapskudde. En een hond doet dat eigenlijk gewoon omdat hem slecht opgevoed is. Omdat baasje hem slecht heeft opgevoed of hem niet aangelijnd houdt. Dus fase 1, gewenning van de honden aan de schapen. Mm-hmm. En hoe gaat het dan verder? Dus in het voorjaar is de bedoeling dat per pup, dat elke pup naar een kudde schapen gaat, samen met een oudere hond. En die puppy die wordt dan eigenlijk verder opgeleid door die oudere hond. Totdat ze 1 jaar zijn, 1,5, misschien zelfs 2 jaar. Totdat ze echte volwaardige kuddebewakingshonden zijn. Kom bij. Doe smal. Kom bij. Lie down. Ik denk dat die honden goed zijn en goed hun werk gaan doen. En voilà, dat ik toch met een iets geruster hart de zomer kan ingaan. Het is toch een beetje het cijfer van de dag. 5 miljoen euro. Dat is het bedrag dat alle Belgische politieke partijen vorig jaar samen hebben uitgegeven aan advertenties op Facebook en Instagram. In de top 3 staan alleen maar Vlaamse partijen. Meer dan de helft van de 5 miljoen euro komt van 2 partijen. N-VA gaf iets meer dan 1,7 miljoen euro uit. Vlaams Belang had er 1,1 miljoen euro voor over. PvdA net geen 500.000 euro. Ter vergelijking, de PS, de grootste Franstalige partij, komt uit op, en u ziet het bijna niet, 18.000 euro. Zeker aan Vlaamse kant is het sop dus de kolen waard, zo lijkt het. Maar waarom eigenlijk? Partijen zouden het niet doen, moest het geen nut hebben. Als je 5 of 6 keer per dag op de tijdslijn van iemand op Facebook komt, dan heeft dat een bepaald effect op de interpretatie van de realiteit. En op die manier komen mensen in contact met onze traditionele standpunten. Minder migratie, meer Vlaanderen, meer veiligheid. Maar komen ze ook in contact met standpunten die minder bekend zijn, maar ook mensen overtuigen. Partijen doen het omdat het effect heeft. Maar of het goed is, dat is natuurlijk een totaal andere vraag. Om in die mate zo in te dringen in het leven van mensen, dat lijkt ons democratisch niet per se de beste weg. En op dat laatste gaan we zeker dieper in, maar ook op dat eerste met Reinoud van Zandijk. U legt zich toe op politieke communicatie, ook met uw eigen bedrijf
Exposure geeft u advies aan politieke partijen over hoe zij zichzelf best in de markt zetten. Ja, dat is correct. En met name ook sociale media. Dus u hebt goed verdiend als ik het zie aan de cijfers. Nou, was het maar waar, was het maar waar. Nee, deze budgetten gaan integraal niet naar een Vlaamse KMO, maar die gaan integraal naar een Amerikaanse multinational. Maar geeft u dan wel aan politieke partijen een beetje een richting van kijk, als je die advertentie op die manier aanpakt, zal dat beter scoren dan als je het op een andere manier doet? Ja, absoluut. En zeker ook met de datatools die er vandaag zijn. Je kan alles perfect meten, waarbij je ook weet, kijk, deze advertenties zullen waarschijnlijk wel beter werken. Ja, laten we ons eens wat advertenties bijnemen. Laten we ons beginnen met een advertentie van Vooruit. Dat is er eentje over verbouwen. Je moet al heel wat geld sparen en neerleggen voor een eigen woning. Door slechte isolatie moet je nadien ook nog elke maand een peperdure energiefactuur betalen. En dan komt er nog een hele race om dingen. Waarom doet een partij dit? Want ja, daar zou iedereen toch over kunnen communiceren? Ja, natuurlijk willen ze hiermee het topic claimen. En vooral naar mensen die willen renoveren, wat veelal jongere gezinnen zijn, jongere mensen. En dan willen ze natuurlijk tonen aan die doelgroep. Kijk, wij hebben veel initiatief. Maar hoe weten zij dat ik aan het verbouwen ben? Want dat ik een man ben, geboren in juni, dat zijn dingen die ik heb gedeeld door een profiel aan te maken. Maar niet dat ik aan het verbouwen ben, toch? Nee, dat klopt. Maar vandaag Facebook is uiteraard zo slim, zo machtig, ook, heeft ook zoveel kennis, zoveel data, dat zij wel kunnen zien en weten dat je misschien wel verschillende blogs hebt opgezocht rond renoveren. Dat je misschien opgezocht hebt welke premies er allemaal zijn. Dat je misschien wat pagina's hebt geliked met rond premies. Met mijn cookies kunnen ze heel veel. Voilà. Ja. Wat kost dit nu? Vooruit, wat zou het hiervoor betaald hebben? Ja, deze hangt een beetje af van... En bij Facebook adverteren en op Instagram hetzelfde. Dat hangt er eigenlijk vanaf wat je er zelf voor wilt geven. En hoe meer je geeft, hoe meer mensen je bereikt. Je kan advertenties in kleinere regio's van een paar honderd euro. Maar dat zijn advertenties die al snel meer dan 1.000 euro kosten of investering vergen. Maar sommige advertenties, ja, sommige advertenties zitten zelf boven de 20.000 euro. Ja, want dan kunnen we er een voorbeeld van Vlaamse Belang bij halen. Dat ging over de rellen... Kuisen dit land eindelijk op, staat daar dan bij. Rellen in steden bij ons. Dit heeft een 10.000 euro gekost, hè? Ja, Vlaams Belang lanceert wel regelmatig ads, specifiek met video's van rellen in Brussel. En sommige advertenties gaan inderdaad richting de 10.000 euro. Er zijn ook advertenties al geweest die zelf rond de 20.000 euro waren. Maar win je hier nu verkiezingen mee? Well, dit bericht is natuurlijk, als je ook al weet dat je met 20.000 of 10.000 euro toch al bijna of meer, vaak meer dan 1 miljoen mensen kan bereiken. En dit dan ook nog eens heel veel emoties bevat. Ja, dan ga je natuurlijk wel gaan doen wat je als politieke partij wilt. En dat is mensen overtuigen, hè. Het is een inhoudelijke boodschap. Ze koppelen hun inhoudelijke visie hieraan rond migratie, maar een zeer emotioneel bericht. Maar gaat het ook over de inhoud? Want vaak ben je aan het scrollen, zie je de partij dan wel langskomen, zie je dat passeren. Het is allemaal heel vluchtig. Hè? Vaak heb je niet, bijvoorbeeld die post over verbouwen. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, beginnen te lezen, denk ik, ik ga verder. Dat filmpje is weer een andere zaak. Maar dat het gewoon ook passeert? Ja, natuurlijk. Het gaat ook een stukje om naamsbekendheid. Zoveel mogelijk aanwezig zijn. Het is niet enkel dat partijen enkel met hun merk als partij adverteren. Ook heel veel investeren in figuren. Soms wel nieuwe figuren lanceren. Dan geef je dan een boost aan die carrière. Tom van Grieken zet ook heel veel in op zijn persoonlijke naam. En uiteindelijk gaat het soms om naamsbekendheid. Er zijn uitzonderingen die niet kijken naar dit programma. En dan wil je ook bij die mensen uiteraard zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Ja, er zijn er meer die niet kijken dan wel, denk ik. Dat heb ik niet zelf gezegd. Maar op onze beste dagen niet, hoor. Ja. We hebben ook eens aan jongeren gevraagd. Want dit gaat over Facebook, maar ook over Instagram. Facebook niet echt een jongerenplatform meer. Instagram is dat misschien net iets meer. Ons eigen Instagram-kanaal, Nieuws, 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 is gaan vragen aan jongeren of ze gevoelig zijn voor deze communicatie. Ik vind dat goed dat de politieke partijen op sociale media zitten. Want ze hebben daarmee een grote invloed op kinderen. En jongeren. Meestal swipe ik meteen weg, zeker als het een reclame is. Vaak heb je daar al aantrekkelijke titels en direct pakken ze je aandacht daarmee. En dan blijf je al kijken en luisteren en dan heeft dat wel een invloed op je. Bij mij hangt het ook wel af van de partij, want het gaat meer om, ja, is het een onderwerp dat mij interesseert? Ik vind persoonlijk dat dat niet zoveel invloed heeft op mijn leven nu. En gewoon, ik interesseer me daar niet zoveel in. Ik denk dat ik wel beïnvloed word, want ik weet persoonlijk niet zo heel veel van politiek. En als ik dan 18 word volgend jaar, dit jaar nog, dan ga ik moeten beslissen voor wie ik ga stemmen. En dan ga ik toch eerder voor iets gaan dat ik al gezien heb op social media, omdat ik weet waarvoor ze een beetje staan. We moeten het belang niet overschatten, maar ook niet onderschatten.
Nee, dat klopt. Maar ze zeggen ook wel, oké, ik heb er wel aandacht voor. Het heeft toch wel een bepaalde invloed op mij. En dat is wat politieke partijen uiteraard willen. Die willen invloed op jouw stemgedrag. Ja, als we nu kijken naar binnen Europa, is Vlaanderen eigenlijk koploper als het gaat over bedragen die uitgegeven worden. N-VA is de big spender in Europa. Tom van Grieken is dat hun persoonlijke titel. Mm-hmm. Waarom doet Vlaanderen het zo goed als je het gewoon puur op cijfers interpreteert? Ja, een groot deel heeft uiteraard te maken met de partijdotaties en ook het feit dat er weinig controle, weinig regels in zijn. Want je mag eigenlijk zeggen wat je wil. Het hoeft niet eens te kloppen. Hè. Je kan eigenlijk posten wat je wil, als het maar een beetje lekker scrollt, zal ik zeggen. Dat klopt. Er zijn daar geen regels in. Natuurlijk, in Vlaanderen zal er wel sneller controverse zijn over echte flagrante leugens. In Amerika gaat men daar nog veel verder in. Maar het klopt dat er geen regels in zijn. Vandaag leven we in het wilde westen van de politieke advertising. En ik vind dat er daar ook wel wat meer regelgeving mag in zijn. Niet zozeer in wat je zegt, maar bijvoorbeeld wel in de uitgaven. Zou het ook kunnen dat Vlaamse Belang het overal goed doet in peilingen, dat andere partijen zich wel wat zorgen maken over of ze de mensen die Vlaams Belang dan aanspreken, of ze die ook kunnen pakken online? Ja, partijen kijken uiteraard naar elkaar. En het is niet de eerste keer dat we deze statistieken zien hoeveel Vlaams Belang bijvoorbeeld of N-VA uitgeven. En dat versterkt. Het is een stukje van een soort van wapenwetloop. Het versterkt elkaar. En als de andere partijen die het al wat minder goed doen, zien dat zij zoveel meer uitgeven, dan volgen ze al sneller. Dan wil ik nog even inpikken op wat Jeremy van Eekhout bij het begin van ons gesprek zei in de reactie. Misschien is het wel niet gezond om zo diep binnen te dringen in het leven van mensen. Wat betekent dit allemaal voor de democratie, denkt u? Ja, je kan je daar zeker vragen bij stellen, zoals verschillende voorzitters ook vandaag hebben gedaan. Omdat je laat het over aan het geld. Hè. Je laat over aan de partijen van oké, wat willen wij uitgeven en vooral wat willen wij zeggen. En je geeft minder, de berichten die genuanceerd zijn, zijn veel minder zichtbaar. Ik denk dat het goed zou zijn moest er nog meer debat over zijn en vooral duidelijker afspraken worden rondgemaakt. Ik ben geen voorstander om te bepalen wat je mag zeggen of tot wanneer dat er leugens zijn of niet. Maar ik denk wel een voorstander kan zijn van gelimiteerde budgetten, zeker omdat het toch ook met belastingsgeld is. En hebben we met 5 miljoen euro dat plafond bereikt, vindt u? Het is zeker niet karig. Dank u wel. Boy, could he do. The kid never had a lesson. I have just tried to cross the River Thames on what I thought was a road, and I have actually ended up on a ferry. Like, I'm on a ferry. I'm just trying to commute. I'm just trying to commute to work. I thought it was a road, and I'm on a freaking ferry. So, I can't even how. Anyway, I'm gonna go and enjoy my boat ride. Ja, ook niet de slimste appel in de mand. Wij hebben Bias. In Frankrijk hebben ze de Victoire de la Musique. De belangrijkste muziekprijzen bij onze zuiderburen. Die werden voor het eerst uitgereikt in 1985. Dat is dus al 38 jaar geleden. Maar niet alleen Fransen maken kans op een beeldje. Elke artiest die een bijdrage heeft geleverd aan de Franstalige muziek kan genomineerd worden. En daar zitten elk jaar meer en meer Belgen bij. Dit jaar gaat het maar liefst om 1 op de 3 nominaties. Ofwel, van de 29 nominaties voor de Victoire de la Musique zijn er
9 voor Belgen. Verdeeld over 4 verschillende artiesten. U zegt Stromae. Natuurlijk zegt u Stromae. 4 prijzen kan hij winnen. Die voor beste mannelijke artiest, die voor beste album van het jaar, Multitude, beste song, L'Enfer, over donkere gedachten die hem in de hel deden leven, en ook nog beste clip met zijn Fils de Joie. U zegt Stromae en u zegt Angèle. Natuurlijk zegt u Angèle. Zij maakt kans op de Victoire de la Musique voor beste vrouwelijke artiest en voor album van het jaar Non-Ensang La Suite. Dan zitten we al aan 6 nominaties. Er blijven er dus nog 3 over. En die zijn voor, in Vlaanderen toch, minder bekende artiesten. Zoals daar zijn Pierre de Mare, 21, uit Waals-Brabant liever, staat aan het begin van zijn carrière en dus maakt die kans op doorbraak mannelijke artiest en song van het jaar met zijn Un jour, je marierai un ange. Om u een idee te geven, dat nummer is op Spotify meer dan 37 miljoen keer gestreamd. En de laatste Belgische nominatie is voor deze Mentissa, 23, uit Denderleeuw. In 2014 won ze hier The Voice Kids Vlaanderen. En ook zij maakt kans op de Victoire de la Musique voor beste doorbraak, maar dan als vrouwelijke artiest. Haar meest beluisterde track op Spotify is Ebam, goed voor 23 miljoen streams. Op vrijdag 10 februari worden de Victoire de la Musique uitgereikt. Misschien wel aan Mentissa. Mentissa, zet het dus maar al in uw agenda. Vrijdag 10 februari, Victoire de la Musique. De Mias, dat is voor donderdag 26 januari. Hier te volgen op 1, waar anders. Daar moet u morgen ook zijn voor laat, waar anders. Fijne avond.